Dus met zulke dingen kan je echt leuke dingen voor bij de Barbies maken. We hebben ook een pakketje nog binnengekregen. Die was gisteren eigenlijk al binnen. Kijken of die er nog in maat is. Ja! In je winkelwagen zit hij. Nou, we zijn best goed bezig vandaag, moet ik zeggen. Goed kijken, hè? Je moet hem op de kant die het hoogste is zetten. Is dat de kant die het laagste is? Ligt dat dan gewoon waar? Aan de voorkant, daar staat het hele legmaal. Daar is ook bijvoorbeeld niet. Zondag. En we zijn druk bezig met het croissantje aan het bakken. En Sarah is hier iets leuks aan het doen. Dat is de trouwfoto van mijn ouders aan het natekenen. En die gaan we inlijsten. De lijst komt morgen als het goed is binnen. En dan gaan we die morgen geven. Echt heel leuk. Ja, en ik wilde de lijst om een beetje te kijken hoe of wat. Ja, maar dat maakt niet uit, want hij gaat er gewoon in. Het wiel is bijna klaar. En ik vind het echt super mooi worden, mop. Ja, zo leuk dit liedje. Hallo! Hi! Nou, wij zijn de rijke familie, de Boer. En wij hebben zoveel zin om een keer iets samen met jullie te doen. Dus ga ik nu maar even gauw mee. Ik heb ondertussen gedoucht en aangekleed en ik ben bezig dat kastje schoon te maken. Oh, dan ga ik diezelfde wel weer. Probeer af te doen. Jij bent lekker Savage Love aan het dansen. En Sarah is helemaal blij met de Barbie. Oh, moet je laten zien? We hadden vloertegels ook voor mijn werk. Oh, jij hebt ze al laten zien. Dus ik zeg, waarom snijden we die niet een heel klein stukje af? En dan maken we een vloerkleed. Maar het zagen omdat er verschillende patronen waren, dat we er ook twee uit konden halen. Dus nu heeft ze twee vloerkleden bij de Barbie. Dat is echt wel leuk, want we hadden ook een keer een kunstgrasmat. Daar hebben we ook een stukje afgehaald. En dan kan je dat in de tuin leggen, zeg maar, van de Barbies. En dan hebben ze een grasveld. Dus met zulke dingen kan je echt leuke dingen voor bij de Barbies maken. Ja, dat is leuk, hè? Ja. En ik ben dus nu die kast aan het schoonmaken. En dan die andere kast, nou, daar wilde ik vakjes bij bestellen. En dat ging elke keer fout. En dat lukte niet en al met al werkt het niet, dus ik had al zoiets, ik wil iets anders. Nou, toen kwam deze letterlijk aanwaaien. Dus toen had ik echt zoiets van, nou, dan gaan we deze maar doen. En ik had al toevallig een beetje ervoor gekeken. Al is die heel cliché, want iedereen heeft deze geloof ik mijn kinderen thuis staan, zo'n beetje. Maar dan wil ik daar misschien nog een tweede van en dan kan ze de Lego ook daar opzetten, de pretpark. En dan op de kasten daarmee spelen. En dan heeft ze de vakken voor de andere speelgoed. Dus ik moet nog zo'n vakkenkast erbij. Ik ga hem nu eerst even indelen. En dan even kijken hoe ver we komen. En ik heb een make-up vrijdag. Even mijn huid heel lekker ingesmeerd, gehydrateerd. Even kijken of dat weer een beetje wonder doet. Want hij is ook weer zo slecht hier. Het is nu dit kastje geworden. En er staat wat Lego op. En daar hebben we de kist met de poppenspullen. En daarnaast voor de Barbies daar. Die ga ik gelijk even nalopen en allemaal losse dingetjes die op de grond liggen nog erin. Die hebben we ook nog Lego staan. Dus als we twee kastjes hebben, dan kan al die Lego zeg maar als een pretpark helemaal erop staan. We hebben ook een pakketje nog binnengekregen. Die was gisteren eigenlijk al binnengekomen. Maar daar zijn we nu naartoe gekomen. En dat is, daar ben je blij mee, hè? Daar ben jij vooral blij mee. Nou, jij wilde ze ook heel graag. Kijk, de schoenen weer opnieuw. Alleen dan een maat groter. Oh, ze zien ook echt gelijk een heel stuk groter uit. Oh, dat is een poos. Daar zijn ze weer. Wil je ze gelijk heel even passen? Even kijken of ze inderdaad nu goed zijn. Want anders doe ik ze en dan doe ik ze nog een maat groter. Maar ik denk het niet. Ik denk dat deze wel goed zijn. Die vorige zat ze er echt gelijk tegenaan. Maar even gaan staan. Je hoeft hem niet te veteren, maar gewoon te gaan staan. Gewoon een normale houding. Laat mij los. Nee, normaal staan. Voeten naast. En staan, niet leunen op dingen. Vind ze nog aan de krapka. Nee, je teen is omhoog. Nee, deze. Is dit puntje van je teen al? Ja. Hier.
Nee. Waar dan? Hier? Nee. Hier is al een beetje bij deze hand. Nee, ik kan hem nog wel een stukje in. Nee, groter dan niet. Ze heeft de tekening af. En die ga ik dus morgen inlijsten. En dat is dus de trouwfoto van mijn ouders. Hij is echt super leuk geworden. Ja. Echt cool. Alleen het is hier, echt, volgens mij wacht nog op dat het blauw is. Ja, maar dat maakt niet uit. Maar hij gaat in een lijst. En dan echt hun trouwfoto. Dus echt, echt zo leuk. Nou, ze is weer wakker geworden. Dus heb ik haar gelijk weer even uitgezet. Want dan kan ik ondertussen lekker rustig haar zwembakje aan doen. Met een pakje erbij. Ik wil eigenlijk mijn andere pop ook al uit. Nee. Maar dan zonder muts. Ja, wel. Dochter? Ja? Neemt u zo uw eigen spullen die u in haar huis heeft achtergelaten mee naar uw huis? Dat kan denk ik pas over 2 dagen. Oh, als die 2 dagen dan in het echt over 5 minuten zijn, vind ik dat prima. In die 5 minuten worden dan een kwartier. Zoveel kwartiertjes, alles wat ik heb achtergelaten, naar boven. Naar mijn eigen huis. Want ik heb gewoon een appartement boven dit huis. Ja, het echt zou ik dit nooit doen. Maar anders krijg ik nooit dit broekje bij haar aan. En dat vind ik best wel irritant, want ze moet gewoon een broekje aan. Anders krijgt ze het best wel koud. En dat wil ik niet, want ik wil later moeder worden van 6 kinderen. Ik ga nu met Sarah even kijken voor bestellen. Kijk, deze 2. Die zijn binnen je budget. En je had zwarte en witte sandalen nodig. Dat is anders, hè? Deze kruis links en die is rechts. En een lang sleeve. Je mag er 1 of 2. Deze had hij. Ik laat hem even in het roze zien. Die mouwtjes. Maar we hadden een zwarte nodig. En je hebt deze. Dat kan. In het wit zie je hem iets beter. Dat is gewoon een basic. Ik wil die andere. Ja, dat dacht ik al. Nummer 1. Maar ik zal even te kijken. Wat voor materiaal is wel ook met stretch. Je kan ook van allebei. Dat is op zich namelijk niet erg. Nee. Ik wil er maar alleen één. Deze. Deze is dat. Ja, dat is deze. Maar die... Oh. Die maat is er niet meer. Maar deze is wel... In je maat. Want je moet gewoon een zwarte basic langslief hebben. Dat... Zo, je bent lekker bezig. Ja. Die heb je gewoon nodig. Omdat ik veel buiten ben. En wat we hier nog meer hadden. Nee, dit is mijn wishlist. Deze sneakers had ik ook gezien, dus die kan je onthouden. Maar ik weet niet of je ze leuk vindt. Ik wil hem even... In een andere kleur. Ja, soms met zwart is makkelijker in een andere kleur. Ik vind hem roze mooier. Ja, maar ik zocht juist voor zwarte schoenen. Deze is samen leuk. Dat zou me op zich wel leuk, hè? Dat wil ik wel. Maar we gaan nog eerst even kijken. Dat shirt vond je ook leuk. Oh, yeah. Maar... Oh, deze wilde je trouwens sowieso, hè? Een nieuwe Rolling Stones. Die koop ik in ieder geval. Ja, dat had ik beloofd. Mag ik hem kijken? Hij is ook zo, maar die vind ik minder leuk. Die. Kijken of die er nog in je maat is. Ja! In je winkelwagen zit hij. Yes. Ja, dat had ik beloofd. En je hebt altijd iets van Rolling Stones eigenlijk. Maar even kijken, we hadden net dat witte shirtje. Kijk, dit is hem in het roze. Dat is dezelfde. In het roze vind ik hem dan mooier. Ja, ik eigenlijk ook wel. Deze echt heel, heel leuk. Kijk, met van die hele grote roesjes. Met tulle mouwen meer. We moeten sowieso als ik binnenkom nog kijken of het goed zit of past of staat. Nou, we zijn best goed bezig vandaag, moet ik zeggen. Dat speelgoed is natuurlijk herverdeeld. Alles speelgoed van beneden is ook weer naar boven nu. Ik moet alleen nog kijken in hoeverre ze het ook heeft opgeruimd. Ook zal de camera iets draaien. Ik kan hem alleen helaas niet hoger zetten. We hebben Mark ze eigenlijk toch hoeveel wegbrengen, maar dat lukte niet helemaal. Maar we hebben wel even een verzamelplek gemaakt. En alles wat we dan tegenkomen, zetten we erbij. En dan in de hoop dat als hij tussendoor ergens een gaatje heeft, dan kan hij het meenemen. Dus als ik op zolder al eens maar een plaatje van dingetje, dan knal ik het erbij in de voortuin. En anders over 2 weken is die vrij, dan gaat dat allemaal weg. Maar daarmee hebben we ook al heel veel uit de achtertuin wat weg moet al klaarstaan. Want de tuin wordt als het goed is volgende week ergens gedaan. Dus daar heb ik echt heel veel zin in. Ik wil zo graag dat die tuin klaar is. Wat hebben we nog meer gedaan? Ik heb natuurlijk de kleding besteld met Sarah, wat moest. Ik heb het ook gedaan, opgeruimd. We hebben heel veel spullen verder nog uitgezocht tussendoor die weg moeten. Ik heb
ook nog gewone dingen gedaan, als de was gewoon doen en strijken heb ik vast gedaan. Dat doe ik meestal 's avonds als ze gaat slapen, als ze zich klaarmaakt voor bed. Maar dat heb ik ook al gedaan, was al opgehangen, ik heb een was gedraaid. We hebben ook gelijk de bank van zijn plaats afgehaald, daar goed even onder gestofzuigd en alles. Ja, allemaal van dat soort dingetjes, heel veel voorbereid voor dingen die ik morgen en overmorgen en zo wil gaan doen. Dus die zijn dan nu niet gedaan, maar die liggen wel allemaal klaar, dat ik morgen aan de slag kan. Zoals bijvoorbeeld dat oude kastje wat weg moet, dat staat wel allemaal klaar. En ja, allemaal dat soort dingetjes. Dus dan ben ik heel goed voorbereid voor morgen. Zelfs nu ik aan het buiten spelen. En ik aan het koken. Dan gaan we zo lekker pasta pesto eten. Lekker! Ja. Wij spelen de Toren van Pisa. En ik was net te laat op het doen. Voilà! We hebben heel veel poppetjes. Ja, het is en, mag niet. Afblijven. Ja, ik ga even 5 minuten zitten wachten op die stil zijn. Dit. Mag ik aan? Oh, jij zit taf te wiebelen elke keer. Elke keer. Het vliegt de lach. Kijk. Oeh, dan had je weer een paar poppetjes bij dan. Goed kijken, hè? Je moet hem op de kant die het hoogste is zetten. Dat is toch de kant die het laagste is? Ligt dat dan maar? Gewoon waar, aan de voorkant, daar staat redelijk recht, maar daar is ook bijvoorbeeld niet. Oeh! Hij gaat naar jou. Doet ook echt gewoon bam. Wel rood, nu kan ik hem gewoon alsnog laten vallen. Of zout met die vinger. Papa. 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 Papa, niet doen. Dat geeft een extra dimensie eraan. Nee. Ja, met een crème. Stop, hou op, ik vind het niet meer leuk. En zet hem maar neer. Anders word je gedisqualificeerd. Gedisqualificeerd? Zo, die ging wel soepeltjes. Papa, je laat hem bijna zelf voor jezelf vallen. Kijk eens, jij nog vier, jij nog vier. Laat hem binnen. Dan wordt het nog spannend tussen ons. Ik ga nog even thee zetten en dan gaan we even lekker vlogje kijken. Ik heb net wel even snel al mijn edit gedaan, die staat te renderen. Ik weet nog niet wat we gaan kijken, maar het is lekker zondag, dus ik ga verder gewoon lekker even helemaal niks doen deze avond. De film was grappig, maar echt alles behalve bijster bijzonder. Ik ben echt totaal vergeten hoe die heette. Maar ik ga toch naar bed, morgen weer school. En ik ben gewoon ergens gewoon blij dat ik morgen de tijd mag opstaan en dat er school is. Dat is wel weer als dingen elke keer niet kunnen en je een beetje afgenomen worden, ben je ook om de niet zulke leuke dingen dankbaar. In ieder geval ik wel. Dus ik ga lekker naar mijn bedje toe. Ik wil wel de vlog natuurlijk nog even afsluiten. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik hieronder even op abonneren. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei!